Wist je dat er voor 1900 buiten de Grebbe geen ondergronds rioolsysteem was in de gemeente Bergen op Zoom? Afvalwater liep toen gewoon door de straten, wat slecht was voor de gezondheid. Maar toen het ondergrondse riool werd aangelegd, ging de volksgezondheid er flink op vooruit. Het riool onder de grond voert het afvalwater van je wc naar de afvalwaterzuivering. Wanneer jij doorspoelt, stroomt je boodschap via het riool onder je huis naar de gemeentelijke buizen. Vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk. Via buizen en pompen komt het afvalwater uiteindelijk bij de zuivering, waar het wordt schoongemaakt en veilig wordt geloosd. Dit is de verantwoordelijkheid van het waterschap.